We gaan het vandaag hebben over training op het gebied van werk op hoogte en diepte. Uh, valbeveiliging. Ja. Uh, jij bent productspecialist valbeveiliging al een behoorlijk, uh, behoorlijk aantal jaren. Uh, waarom moet er getraind worden? Ja, dat is een goede vraag. Um, er gebeuren in Nederland nog heel veel ongelukken. Uh, bij werk op hoogte en diepte. En, uh, ja, de wet zegt dat uh, uh, werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek. Uh, en dat werknemers veilig moeten werken. Uh, nou, dat is dat stukje algemene wetgeving. Uh, als het gaat om werk op hoogte en werk op diepte, dan gebeuren de ongevallen uh, vaak omdat mensen uh, nou ja, van een dak afvallen, van een ladder afvallen. of in een besloten ruimte uh, naar beneden gaan zonder dat ze vastzitten. Uh, en dan is het een gebrek aan het gebruik van uh, uh, maatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Um, de trainingen die wij geven, die richten zich echt op het uh, stukje wetgeving van... waar staat nou wat we moeten? Wat zijn onze rechten en onze plichten? Um, welke voorzieningen kunnen we treffen? En aan het einde, welke persoonlijke beschermingsmiddelen we kunnen gebruiken? En als ik het dan eventjes pak op de persoonlijke beschermingsmiddelen... Um, er staat duidelijk in de ARBO-wet dat wanneer werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, mm -hmm. dat de gebruiker ervan op de hoogte moet zijn van hun doel. Uh, en ook in alle gebruiksaanwijzingen van die persoonlijke beschermingsmiddelen staat dat de gebruiker een op maat gemaakte training moet volgen. Great. Dus dat bij elkaar maakt het eigenlijk gewoon een verplichting van Om de werkgevers. Trainen, ja. ja, en uh, heel veel werknemers denken hè, dat het een, een indekken is van de werkgever, maar het is gewoon een verplichting van de werkgever. En dat zij die training volgen is ook geen moedje. Het is gewoon een verplichting vanuit de wet. Ze moeten bij ja. dit soort instructies aanwezig zijn. En als ze die instructies hebben gehad, moeten ze zeg maar, dat ook opvolgen in de praktijk. Helder. Dus een VCA-diploma, dat uh, volstaat niet? Nou, nee. Ja, ik ben altijd sceptisch over VCA. Uh, je leert er over heel veel dingen heel weinig. Uh, het is een beetje een, een soort van toegangsbewijs om uh, op een aantal bedrijven ter, uh, terreinen te komen. Uh, heb je geen VCA, dan kom je er niet op. Het zegt mijn inzicht niet heel veel over de, uh, ja, de intentie... of mensen echt veilig willen werken. Je haalt het en is het geldig voor 10, 20 jaar. Ik geloof tien jaar. Uh, ja. jaar. Ja, tien jaar. En dan ja. En, ja, verandert waarschijnlijk niks in die tussenliggende tien jaar. Dat is natuurlijk een beetje een uh, mooie gedachte, maar dat is absoluut niet zo. En ja, over valbeveiliging en werk op hoogte is de informatie ook echt zeer beperkt. Dus mensen die dat roepen, die, uh, die slaan de plank wel mis, ja. Oké, okay, helder. En, en, en uh, hoe ziet zo'n training eruit? Waar bestaat het uit? Hoe is die opgebouwd? Okay. Uh, ja, uh, goede vraag ook. De trainingen die uh, zijn opgebouwd, eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde structuur. We beginnen altijd met een stuk theorie. Dat heb je nodig, hè? wat ik net vertelde, over die wet en regelgeving, waar staat wat nou uh, maar Heel belangrijk is, zijn, wat zijn jouw rechten en je plichten? We trainen over het algemeen de medewerkers, niet de werkgevers. Nee. Um, dus het is ook wel fijn als je weet van oké, okay, als het onveilig is, mag ik stoppen. Dat is, je, dat is je volste recht. Dus misschien is dat ook wel een verplichting. Het is onveilig jongens, pas op. Um, stuk bewustwording. Wat is nou werk op hoogte en wat is nou werk op diepte? Heel veel mensen onderschatten dat toch. Uh, ze lopen op een dak uh, langs een lichtstraat en denken dat er niks aan de hand is. Maar zo'n lichtstraat is gemaakt van plastic en dan val je gewoon dwars daarheen als je erop gaat staan, okay. dat is eigenlijk een soort van ge verborgen gevaar. Um, dus, dus bewustwording is heel belangrijk. Daarna gaan we uh, volgen we de wet. Gaan mm -hmm. we eerst kijken naar bronaanpak, collectieve voorzieningen. En als laatste hebben we het over persoonlijke beschermingsmiddelen. En daar gaan we dan ook het diepst op in. Omdat dat toch wel hetgeen is waar ja. de meeste mensen ja. van denken. Van ah, ik weet hoe ik een harnasje moet aantrekken. En ik zet me gewoon eventjes daaraan vast. Ankerpunten zijn heel belangrijk. Hoe sterk zijn die nou? Uh, mensen zetten zich echt vast aan voorzieningen op een dak. Dat je denkt van ja, als je valt gaat het gewoon kapot. Dus dan heb je nog niks. En er zit een heel groot stuk praktijk in alle trainingen. Okay. En, uh, en hoe lang duren ze en, en waar, bied, waar bied je ze aan? Is dat op locatie bij de klant of, of heb je eigen uh, ruimte daarvoor? Uh, ja, uh, hoe lang ze duren is afhankelijk van de training die mensen boeken. Okay. Dat kan variëren van een instructie van een half uur tot een uur, uh, wat niet echt een training is, uh, maar uh, een, een instructie ja. tot een, een drie- of vierdaagse trainde trainer uh, training. Um, we doen heel veel trainingen bij ons in het expertisecentrum in Vlaardingen. Dat okay. uh, sinds 1 januari van uh, dit jaar is geopend. Uh, daar hebben, hebben we alle faciliteiten om vrijwel alle trainingen na te bootsen. Zeven theorie-lokalen, uh, twee klimobjecten buiten, een uh, huis binnen waar we op kunnen werken. Een groot uh, industrieel klimobject binnen met een silo, oh, ja. besloten ruimtemodule, windturbine binnen, een heel groot oefendak. Uh, en we geven ook training op locatie bij de klanten. Okay. Uh, dat is iets wat we steeds vaker zien klanten willen graag in hun eigen werkzetting trainen. Uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, logistieke centra. Daar is het soms min 24. Alles is dicht. Daar komen hulpdiensten niet binnen. Daar geven we hulp, onder andere reddingstrainingen. Ja, dat moet je in die omgeving ja. trainen, want ja. die ja. omgevingssituaties is naboten. wel anders. Nee, die kunnen we nee, niet nabootsen. Nee, nee. Helder. En, en wat voor soort type trainingen zijn het? en, en, en zijn ze ook geschikt voor iedereen? Um. Uh, de type trainingen. Um, we hebben basismodules, uh, werken met valbeveiliging en werken op daken. Mm -hmm. Dat is een training van een halve dag uh, voor mensen die voornamelijk valbeveiliging of op hoogte werken in het horizontale uh, vlak. Die uh, heeft een geldigheid van vijf jaar. Mm -hmm. We hebben een klimtraining die het uh, horizontale vlak bevat van die eerste training die ik noemde en dan ook nog het verticale vlak ingaat, waarbij mensen echt moeten klimmen. Yeah. Uh, zoals ik al zei, duurt een dag en heeft een geldigheid van twee jaar. Okay. En dan hebben we nog reddingstrainingen als basistraining. En die mag je pas volgen als je een vooropleiding hebt ge gevolgd. Uh, dus of de werk op daken of de klimtraining. Uh, bij redden is het vooral gericht op praktijk. Ja. Het uh, duurt een dag. Okay. Geldigheid van één jaar. Maar die geldt dan ook wel als het overkoepelende certificaat. Dus als je dan na een jaar een herhalingstraining gaat doen... hoef je niet die andere trainingen ook nog te doen. Dan herhaal je echt alleen het redden. En dat duurt dan een halve dag. Oké, okay. okay. helder. Um, nu, nu zijn er veel partijen die, uh, die, die dit soort trainingen aanbieden. Uh, Pribute van valbeveiliging, werk op hoogte, et cetera. Ja. Uh, wat onderscheidt jullie ten opzichte van hen? Uh, nou, dat we eigenlijk uh, sowieso meer trainingen aanbieden. Ik had net eventjes over de basistrainingen. Uh, we geven daarnaast nog meer trainingen, zoals bijvoorbeeld werken in besloten ruimtes, redden uit besloten ruimtes, moet je aan denken. Uh, evacueren van hoogte, dat is wat anders dan redden van hoogte. Uh, we geven een hele scala aan maatwerktrainingen. Ja. Nou, dat doen veel concurrenten niet. Okay. Die geven alleen maar een basistraining werken met valbeveiliging of een basisreddingstraining. Uh, wat ons voor de rest onderscheidt, is dat wij een heel hoog kennisniveau hebben, zowel op het theoretische vlak als op het praktische vlak. Uh, SafeSight bestaat uh, sinds 1997, heeft dus ook al heel veel, heel veel ervaring. Uh, voor de rest uh, zijn we heel actief uh, in allerlei brancheorganisaties en commissies. Mm -hmm. Een daarvan is de Normcommissie Valbeveiliging van het okay. NEN. Ja. Uh, ja, en dan zit je dicht bij het vuur qua kennis uh, en, en wet en regelgeving. En dat. We hebben zes eigen trainers in dienst. Denk ik ook niet uh, onbelangrijk om te noemen. Uh, waarbij concurrenten vaak met freelancers werken. Die dus veel minder binding hebben met mm -hmm. het bedrijf. Ja, ik denk dat dat wel de, de meest voorkomende zaken zijn. die ons onderscheiden van de concurrentie. Helder. Uh, we hebben natuurlijk COVID-19 nu. Uh, zijn alle trainingen ook mogelijk uh, om, om afstand te bewaren en, en kleine groepen? En, uh... Ja, uh, uh, dat is zeker mogelijk. Uh, zeker met het nieuwe expertisecentrum in, uh, in Vlaardingen. Uh, vanwege de zeven theorielokalen hebben, die we hebben, kunnen we veel groepen maken. Uh, we, we zien wel, en dat is ook logisch met die anderhalve meter afstand die we moeten hanteren, dat we groepen die voorheen tien man waren, ja, dat, dat kan je nu niet draaien, want je, dan heb je die anderhalve meter niet. Dus die groepjes worden kleiner. Uh, maar het is mogelijk. En dus ja. soms is het ook wel prettig dat de groepen kleiner zijn. Want dan heb je een hoger leereffect. Uh, je kan veel meer één ja. op één met de cursisten Eend. schakelen. Eend. Uh, cursisten staan minder lang te wachten... als anderen bezig zijn met een praktijkoefening. Dus het heeft zijn nadelen en zijn voordelen. Maar we kunnen zeker uh, trainingen draaien. Helder, je helder. Um, Oké, okay, dankjewel. Ik heb uh, veel informatie van je ontvangen. Um, heb je nog uh, aanvullende... Punten die je kwijt wil. Ja, uh, ja, één ding. Uh, als mensen uh, naar deze podcast uh, getriggerd zijn: van hey, dat is interessant, daar wil ik meer van weten, kunnen ze contact met ons opnemen. Maar ze kunnen uiteraard ook uh, uh, langskomen in vlaardingen bij het expertisecentrum. Dat is uh, denk ik het allermooiste. Ja. Want als je dan ziet ja. wat we kunnen, ja dan zijn mensen over het algemeen heel snel overtuigd van onze kwaliteit. Super, dankjewel. Heel gedaan.